De dood van 5 personen tijdens een aanrijding aan de Afabakkaweg nabij mast 18 heeft voor veel verslagenheid gezorgd. Bij deze aanrijding, welke gisteren heeft plaatsgevonden, zijn 8 personen vervoerd naar de spoedeisende hulp, 5 personen met de ambulance, terwijl 3 per eigen gelegenheid zijn gebracht naar de SEH. Rachel Deekman, hoofdvoorlichting van het Korps Politie Suriname, zegt dat de oorzaak van de aanrijding nog niet bekend is. Het is in onderzoek bij de unit verkeer van de regio Midden. De districtscommissarissen Marlene Joden van Parra en Walter Bonjaski, die ter plekke waren, reageren geschokt. Verschrikkelijk. Het is pijnlijk als mens om dit aan te zien. Ik heb het voor het eerst, dus zo van dichtbij meegemaakt. Maar het is echt verschrikkelijk. Ik hoorde daar net dat 7 mensen vervoerd zijn, dus ik was toevallig tijdens dat van de 5. Maar 7 zijn vervoerd naar de stad per ambulance en 5 doden. Dus ik heb het voor het eerst zo dichtbij meegemaakt. Toen we aankwamen zagen we heel veel mensen autoprestaties door hun carrière. Veel mensen die raken in paniek. Maar wij moesten ook oude opdrachten stellen. Dus ik heb mijn bestuurdienst ingezet om de mensen te verwijderen van de plaatsen waar de incident plaats heeft gevonden. Dus dat hebben we gedaan. En om orde in de zak te brengen. Mm-hmm. En ik heb ook begrepen dat dus een van de voertuigen bijna in vlammen is afgegaan en die daarmee dat is waar. We hebben geholpen om het vuur te doven. Mm-hmm. En dat hebben we ook gedaan waar de water bij ons. Vele mensen hebben geholpen om het vuur te doven en dat was het. Districtscommissaris Erwin Linga, die eerder samen met de latere slachtoffers in de boot zat, die vanuit een dorp in het binnenland richting Atjoni ging, zegt dat er dringend een verandering moet komen in de attitude van de mens in het verkeer. Deekman is die mening ook toegedaan. Ze laat weten dat de 5 doden 3 mannen en een vrouw en een kind zijn. Onze attitude. Als we onze attitude verandert, dan kunnen we geen dood kunnen krijgen in het verkeer. Nu liggen er hier 5 mensen, 5 doden. En er zijn 5 mensen ook naar het ziekenhuis vervoerd. We weten niet tot nu toe wat de situatie van die mensen zijn. Door een enkeling, ik noem ze alleen maar verkeer, criminelen noem ik zulke mensen. Ze zijn verkeer criminelen. Ja. En er moet iets komen in het land, zodat wij onze regedrag moeten gaan veranderen. Sowieso wil ik de deelnemers aan het verkeer eraan herinneren dat het verkeer veilig is en veilig zal blijven als wij ons op een bepaalde manier gedragen in het verkeer, dat we het veilig houden. We kunnen simpelweg denken aan onze snelheid. We kunnen daarmee beginnen. Onze snelheid zodanig aanhouden dat we onszelf en anderen niet in gevaar brengen. Dat was Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. Er is nog geen informatie bekend van de slachtoffers die vervoerd zijn naar de spoedeisende hulp.